Dames en heren commissieleden. Ik kan me voorstellen dat we na een vakantie weer even met elkaar moeten praten. Maar vanavond gaan we weer echt aan het werk. Dat zal ook vast wel gaan lukken. Het is ietsjes voor 19:30, maar dan zijn we ook ietsjes voor het eind van de tijd klaar, denk ik. Welkom uiteraard, ook de mensen op de publieke tribune, welkom. En uiteraard de mensen die thuis kijken en luisteren, van harte welkom bij deze eerste commissievergadering na het zomerreces. Een mooie agenda vanavond, dat moet te doen zijn, op tijd te doen zijn. Als eerste agendapunt hebben we opening en inventarisatie insprekers. De opening is net gebeurd. Inventarisatie van de insprekers, daar heeft zich één iemand gemeld en dat is mevrouw Hetty Waanders bij agendapunt 5. Meer insprekers hebben zich niet gemeld voor de vergadering en ik zie ook nu niemand daar aanstalten toe maken. Dan hebben we hiermee agendapunt 1 gehad. Gaan we over naar agendapunt 2, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraagpunten. De rondvraag kan ik zeggen 9. Niemand heeft zich aangemeld, dus daar zijn we dan ook redelijk snel doorheen, dunkt mij. Heeft iemand opmerkingen bij deze agenda? Niemand? Dan hebben we ook agendapunt 2 gehad. Dat is toch een mooi tempo. Gebruik maken van spreekrecht. Dan nodig ik uit mevrouw Hetty Waanders om naar voren te komen. De griffier helpt u, zie ik. U hebt 5 minuten spreektijd, maar dat weet u wellicht. Dat weet ik, ja. En daarna krijgen de commissieleden gelegenheid tot stellen van vragen. En bij na het behandelen van het agendapunt krijgt u nog weer gelegenheid om eventueel op het besproken in te gaan. Gaat u gang. Prima, dank u wel. Allereerst hartelijk dank dat ik hier mijn woordje mag doen. Ik ben op het Ommerpodium geweest van 4 juli en daar heb ik een voorstel gedaan of er een hondenlosloopgebied in het Ommerbos zou kunnen komen. En ik heb daar via de griffier weer antwoord op gehad. En toen is mij ook het voorstel gedaan om hier vanavond eventueel wat in te spreken. Jullie hebben vanavond het hondenbeleid op de agenda. Ik heb dat gelezen. Ik ben er heel blij mee dat daar inderdaad initiatief toegenomen wordt. Er staan hele goede punten op. Wat betreft veldjes, opruimplekken, afvalbakken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de punten van de hondenbescherming en dan met name punt 4, dan wordt daar toch ook sterk aangeraden om een wat groter losloopgebied voor honden beschikbaar te stellen. En mijn voorstel op het Ommerpodium was om dat in het Ommerbos te doen. Ik woon hier nog maar een jaar, maar ik loop al heel vaak in het Ommerbos met de honden. En ik heb gemerkt dat dat niet echt een recreatiegebied is voor toeristen. Dat is echt een gebied waar alleen ommenaren met vooral mensen uit Dante en Alteveer lopen daar met hun hond. Op dit moment gebeurt het heel veel illegaal dat de honden daar loslopen. Ik heb zelfs het vermoeden dat daar een soort gedoogbeleid op wordt losgelaten. Dat weet ik niet of dat zo is, maar dat merk ik wel. En volgens mij moet het heel goed mogelijk zijn om daar een deel van dat bos als hondenlosloopgebied aan te merken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het stuk tussen de Balkerweg en de Ommerbosweg. Of tussen de Ommerbosweg en de Grensweg. Het mag van mij ook het hele gebied. Maar in ieder geval, het zou wel heel fijn zijn als daar een deel van dat gebied zou worden aangemerkt. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de gemeente Hellendoorn, daar hebben ze een losloopgebied bij het Ravijn. Als je kijkt bij de gemeente Staphorst, hebben ze een losloopgebied in het Staphorstenbos. Er zijn steeds meer gemeentes die daar toch een deel voor beschikbaar stellen. En als je kijkt naar de enquête die jullie hebben gehouden, dan merk je ook dat bijvoorbeeld 41% van de mensen ook zegt dat ze niet gebruik maken van losloopgebieden. Of in ieder geval omdat ze aan de rand van Ommen wonen. Nou, ik woon zelf ook aan de rand van Ommen. En de mensen die bij mij in de buurt wonen laten allemaal de hond uit op de dijk bij het Broekdijkje. Ik woon in Dante Noord. Of ze gaan inderdaad naar het bos toe. Ik gebruik zelf nooit de veldjes in Dante of de loopgebieden daar. Dus ik zou ervoor willen pleiten. Het zou fantastisch zijn als daar een stuk voor beschikbaar werd gesteld in het Ommerbos. Ik dank u wel. Mooi binnen de tijd. De heer Bongers, gaat u gang. Ja, dank u wel. Dank voor de inspraak.
Ja, ik maak ook veel gebruik van het Ommebos. En ik kom daar ook regelmatig met honden tegen. En die dan inderdaad al gebruik maken van uw wens om daar de honden niet aangeleind te laten spelen. En dat is op zich prima. Ik kan me dat goed voorstellen dat dat heel wenselijk is. Maar hoe garandeert u dat de andere gebruikers van het bos niet lastiggevallen worden door loslopende honden? Want bijvoorbeeld mensen die daar hardlopen hebben er nog wel eens last van. Ja, maar daarom pleit ik er ook voor om maar een deel van dat bos te doen. Dus dan weten hardlopers ook van, nou, ik loop nu in een stuk waar ik honden los mogen lopen. En dan kunnen ze daar rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de gemeente Hellendoorn, daar heb je de Travijn. Daar loopt een mountainbike route dwars doorheen. Die mountainbikers weten dat als ze in dat stuk komen, dat daar gewoon honden loslopen. Maar u legt nou de verantwoordelijkheid bij de hardlopen. Maar ik vraag aan u als hondenliefhebber, hoe garandeert u dat u de honden binnen dat gebied blijven en ook daarmee... Ja, nou ja, kijk, je mag ervan uitgaan dat als je een hondenbezitter bent, dat je je hond wel onder controle hebt als je hem loslaat lopen. Tenminste, mijn hond is wel redelijk zo onder controle dat als ik hem roep, dat hij wel bij me komt. Want dat doe ik nu ook, als er een hardloper komt, dan roep ik ze bij me en dan doe ik ze even aan de lijn. Of als iemand er langs loopt die dat vervelend vindt, maar Dat zal toch altijd een beetje geven en nemen van beide kanten wordt. Maar als je iemand daar gaat wandelen, dan weet hij dat hij... Of als hij iemand daar gaat lopen, dan weet hij dat hij dan in een hondenlosloopgebied loopt. En dat kun je ook heel goed aangeven met bordjes. Dank u wel. De heer De Ruiter had, dacht ik, nog een vraag. Gaat gang. Ja, het duurt even, maar we zijn paraat. Nou, met gebruikers zou ik ook denken, ja, misschien een ander soort gebruikers, maar fauna die er mogelijk zit, verstoord wordt door loslopende honden, ook al heb je ze min of meer onder appel. Maar denkt u niet dat op die veldjes waar nu, die nu straks als loslopen, dat daar geen konijnen lopen? Nou, konijnen vind ik nog te daar aan toe, maar ik zit meer aan het wat grotere levende haven te denken, die dan op hun beurt weer opgejaagd worden en daarmee... Ja. Die zijn dat niet gewend. Nee, maar goed. Je kunt zeggen, nou, als ze beginnen, dan zijn ze het gewend. Maar ja. Ik heb daar wel bedenkingen bij. En ook een beetje aansluitend vraag van collega Bongers. Natuurlijk zijn mensen, worden ze geacht de hond onder appel te hebben. Maar wat gebeurt er als ze dat niet hebben? Wij hebben een beperkte handhavingsmogelijkheid. Dat heeft u ook in het rapport kunnen zien. Dit zal een uitbreiding van die handhaving, zeker in het begin, met zich meebrengen om mensen duidelijk te maken. Ja, maar dat zult u ook op die losloopveldjes moeten doen, want daar kan ook een hond los breken en dan weer terechtkomen op een gebied waar hij niet los mag lopen. Maar je zult het met me eens zijn dat die situatie wel overzichtelijker is dan het Ommebos? Nou, dat vraag ik me af. Oké, goed. Dat vraag ik me echt af. Want als je hem op een veldje, dan kan hij heel gauw op een speelveldje van de kinderen terechtkomen of wat dan ook. En in het bos heb je volgens mij ook veel minder last van afval wat betreft de uitwerpselen van honden volgens mij. Dus, Oké, dit waren dan de vragen en antwoorden van de heer De Ruiter. Zijn er nog meer? De heer Leuwik, gaat de gang. Ja, u gaat dat echt scheiden, die losloopgebieden en uitlaapgebieden. Is er niet een mix nodig dat het op beide kanten tegelijk op één veld? Nou, ik denk niet dat. Ik weet niet of u zulke grote velden beschikbaar gaat stellen. Dat weet ik niet. Maar u denkt misschien iets groter dan ik. Dat weet ja, ik. Nou ja, het is gewoon heel plezierig om met je honden los in een bos te lopen. En honden vinden dat fantastisch. De mensen krijgen beweging, de honden krijgen beweging. Dus je stimuleert beide zaken volgens mij. Dank u voor het antwoord. De heer Marsman, gaat gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een hele korte vraag. Als ik u goed verstaan heb, zei u net van dat u... Hè, want op Dante Noord en Zuid worden ook hondenspeelplaatsen voorzien, hè, in het stuk. Begrijp ik nog goed dat u hoort dat u zegt van daar ga ik geen gebruik van maken? Nee, niet zo gauw. Maar ik loop nooit met de honden op de veldjes of in het park in Dante. Ik ga altijd naar het Broekdijkje of ik ga naar de Vecht of ik ga naar het bos. Dank u voor het antwoord, de heer Mors. Ja, even één korte vraag nog. Want u heeft ingesproken bij het Ommepodium. Ja. Dat was denk ik ook vanuit uw gedachte dat er op dat moment eigenlijk nog niks geregeld was. Ja. Als we dit voorstel nu wel aannemen en ook tot uitvoer brengen, dan is een hele andere situatie ontstaan. Want er zijn er wel veldjes door de gemeente heen waar wel losgelopen mag worden. Heeft dat uw mening eventueel veranderd?
Nee, dat heeft mijn mening niet veranderd. Ik hoop alleen dat jullie dit nog bij mee willen nemen. Vandaar dat ik dus nu vanavond ook nog kom. Ik hoop dat dit nog een extra losloopgebied kan worden. Ik vind het heel mooi initiatief wat jullie al aan het doen zijn, maar ik hoop dat het nog iets uitgebreider kan. Dank u voor het antwoord. Ik denk niet dat er op dit moment vragen zijn. Die komen zo misschien wel bij de behandeling van agenda punt 5. U mag weer gaan zitten. Dank u wel. En zoals ik heb gezegd, na behandeling, dan ja. krijgt u weer gelegenheid Prima. Voor de eventuele reactie. Dan is hiermee agenda punt 3 geweest. Ja, die is ook uit. Krijgen we agenda punt 4, vaststelling afsprakenlijst, raadscommissie 6 juli 2017, al heel wat maanden geleden. Maar geen opmerkingen zijn erover binnengekomen. Ah, mevrouw Schunselaar, daar komt er een. Ik heb wel een opmerking al doorgegeven aan de griffie. Dat gaat namelijk over alle namen die er vermeld staan. Ik heb een reactie gekregen. Er staan ook namen vermeld die niet aanwezig waren. Dus ik heb het gevoel dat gewoon dus het hele groslijst is geplaatst. En het zal veranderd worden, maar in notenboxen is het nog niet veranderd. Althans, bij mij niet. Laat ik het zo zeggen. Ik heb hem al een paar keer ververst. Ja. Ik vraag de griffier om een uitleg. Ja. Knopje. Mevrouw Schunselaar heeft terecht opgemerkt dat er de een en ander mankeerde aan de afsprakenlijst. Maar dat kwam heel simpel omdat er per ongeluk in de zomervakantie een verkeerde versie op Notibox is gezet. Namelijk de versie die wij gebruiken als basis, als onderlegger om daar al de wijzigingen op aan te brengen die zich voordoen. Het is meteen in orde gemaakt en meteen is daar de juiste versie is erop gezet en die staat in notenbox en wij hebben het gecheckt en geen probleem. Dus ik denk dat er hier een technisch probleem is, maar de goede lijst zit erin en die klopt verder ook. Dus, maar dan moet ik straks even naar de afloop even kijken of daar iets technisch met dezegene wat is, maar via dat knop ververs en zo, dan krijgt u de juiste versie tevoorschijn. Is of wordt geregeld, begrijp ik. Dank u wel voor uw opmerking. Dan hebben we hiermee ook agenda punt 4 gehad. Gaan we over naar agenda punt 5. De nota hondenbeleid. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik denk dat ik gewoon de rij af kan gaan. De heer Leuwik, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, Jan, voor ons ligt dan eindelijk de nota hondenbeleid. Het CDA is echt blij dat er na jaren al eens een degelijk plan voor ligt om Ommen nog wat leefbaarder, nog leefbaarder te maken. We denken dat er voor de inwoners minder overlast voor honden is. En dan leest dat als minder hondenpoep en door wel meer aanlijnen van de honden. Maar ook voor de honden met zichzelf, dat die nu wat tevredener of tevreden zijn. Met het beleid ten aanzien van de honden in de openbare ruimte, vastgelegd in die APV van 2014, waren en zijn wij het nog volledig mee eens. Te weten, aanlijnplicht, opruimplicht en verbod voor honden om te laten verblijven op publiek toegankelijke kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden of door het college aangewezen plaats. Daar zijn we het nog steeds mee eens. Nu worden er ook nog afvalbakken voor die hondenpoep geplaatst in de wijken en bij de uitlaatplekken. Er komen uitlaatplekken, geen hondentoiletten, voor de honden en worden er eenmalig poepzakken verstrekt. Dat dit gebeurt in overleg met de hondenbezitters, buurt, wijkverenigingen en plaatselijke belangen, dat vindt het CDA vanzelfsprekend en we vinden het ook een must. Hondenbelasting als doelbelasting vinden wij als CDA te ver gaan en de hondenbelasting op zich heeft ook als oogmerk het reguleren van het hondenbezit. Al met al vindt het CDA dit een nota met een positieve uitstraling. Toch hebben we nog 3 vragen. Is de 40 uur handhaving als onderdeel van milieu die periodiek en steekproefsgewijs plaatsvindt, is dat wel voldoende? 2. Is de prijs van de afvalbakken niet aan de hoge kant, te weten €641 per stuk? Het CDA heeft liever meer bakken in de wijken, nu gemiddeld 6.
maar dan wel voor hetzelfde gereserveerde bedrag graag. En ten derde, is het niet verstandig om na 1 jaar te evalueren wat voor effect dit beleid nog heeft? Oftewel, zijn de mensen tevreden, is er minder overlast? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Gaat u gang. Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen aan de heer Leuwik? U zegt dat we willen met het hondenbeleid ook het hondenbezit reguleren. Kunt u aangeven wat u daarmee bedoelt? Eén moment. Het is een eerste ronde. En dan maken we wel de beurt af. Maar de vraag heeft de heer Leuwik in ieder geval alvast te pakken. Dan kan hij daar in de tweede termijn op ingaan. Ik denk de heer De Jonge. Ja, gaat u gang. Nou, voorzitter, heel mooi dat er heel veel techneuten hier in de zaal zitten. Maar voorzitter, ik heb een heel betoog gehoord van mijn rechterbuurman. En volgens mij hadden we iets anders afgesproken waar de commissievergadering voor bedoeld is. En ik zal mijn betoog bewaren tot de behandeling in de raadsvergadering. Ik ben het ermee eens. Heer Mors, gaat er ook. Nou, dan hou ik het heel erg kort. Maar D66 is wel blij dat er eindelijk na 12 jaar eens een keer een goed stuk op tafel ligt waar we over praten, over het hondenbeleid. Dan zullen we de rest bewaren voor de raadsvergadering. Die vraag zal ik straks nog stellen. De heer De Ruiter, gaat de gang. Ik heb een drietal vragen. Eigenlijk kunnen ze op pagina 9 van de nota gevonden worden, tenminste waar mijn vragen over gaan. Er wordt gesproken over een verstrekking van... Wilt u ook uw microfoon gebruiken? Uiteraard. Hij is rood alleen. Dat is goed. Oké, ja, jongen, die vakantie, echt, ik ben alles kwijt. Er wordt gesproken over de intentie om eenmalig aan alle hondenbelastingadressen zakjes aan te bieden. Ik krijg... Rood. Pardon? Rode zakjes. Rode zakjes, als. Nou, kijk aan. De enquêtes lezend heb ik toch de indruk dat de overlast, met name in de kernen en om het zelf plaatsvindt. En het ontgaat ons dan ook een beetje de noodzaak waarom alle adressen, dus ook de buitengebieden, deze zakjes zouden moeten hebben. Zeker in het licht van de kosten daarvan. Maar misschien kan daar een toelichting op gegeven worden. De andere vraag is, betreft de mededeling op pagina 9 dat het bovenste rijtje, het laatste punt, toezicht en handhaving, worden zeer beperkt en steekproefsgewijs ingezet. Zeer beperkt is ruim uitgedrukt. Graag een toelichting op wat zeer beperkt is en vooral ook waarom zeer beperkt. Want het lijkt me dat je zeker in het begin van een nieuwe situatie dat wat intensiever zou kunnen doen. En de andere vraag heeft betrekking op de enquête. En het kan zijn dat het een fout is geweest in het document met de enquête hondenbeleid Ommen kent in de tabel een paar opmerkelijke resultaten. Pagina 10 van 16 laat in de onderste tabel een fantastische score zien van telkens 10%. En als je de volgende tabel ziet, dan is alles 0%. Ik neem aan dat hier een fout ingeslopen is, maar dat hoor ik dan graag. Dat waren mijn vragen. Bedankt. Dank u wel. Mevrouw Pol, gaat u gang. Dank u wel. Wij zijn ook zeer positief over dit stuk. Helemaal omdat hondenbezitters niet negatief benaderd worden, maar juist positief. En daarbij maak ik wel de kanttekening dat de communicatie naar de hondenbezitters toe ook zeer essentieel is. Ook wij hebben nog een paar vragen. Er staan bordjes bij uitlaatstroken. En daar geldt ook een opruimplicht en een aanlijnplicht. Ik vraag mij af of op die bordjes dat ook staat. Of dat de mensen dat moeten hebben gelezen ergens. En binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht, dus in het buitengebied niet. En we hadden ook al een inspreker die het had over een bosgebied waar honden los mogen lopen. Maar wat is daar nou... Ja, wat is daar nou de bedoeling? Mag het nou wel of niet? Dat is de vraag.
Het gebruik van bestaande omheinde hondenuitlaatplekken is nihil volgens de enquête. En mijn vraag is daarover, blijven deze voorzieningen wel bestaan in de toekomst? Dat was het. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij waren aangenaam verrast bij het lezen van de eerste zin. Dat het voorstel een positief hondenbeleid gaat in de gemeente Ommeren ingevoerd gaat worden. Dus wij dachten, de hondenbelasting gaat afgeschaft worden. Maar helaas, we zullen daar in de raadsbehandeling verder op terugkomen. We hebben wel een aantal concrete zaken. Dat is al bij de inspreker aan de orde gekomen. Hoe zit het nu met de handhaving van aanlijnen in de bosgebieden en dan in het bijzonder het Ommerbos? Het tweede punt is de gratis verstrekking van die zakjes ter waarde van €15.500. Dat is natuurlijk wel een beetje een vreemde situatie. Ik dacht dat wij altijd het systeem hanteerden van de vervuiler betaalt. En dan weet ik wel, de belastingbetaler betaalt al heel veel voor de hondenbelasting. Maar als je het echt een systeem door wil voeren van doelbelasting, dan zou dat op een andere manier moeten dus. En als we het hebben over doelbelasting, dan kom je op maximaal €15 kosten per, hoe zeg je, per huishouden of nee, per hondenbezitter. Ja, en dan lijkt mij het in het kader van efficiëntie een moeilijk te handhaven belasting. Want als je voor €15 elke hondenbezitter moet gaan aanslaan en controleren en de hele bureaucratie daaromheen. Hoe ziet de wethouder dat? Hoe efficiënt is dat? En daarnaast zijn wij grote voorstander om een aantal zaken te faciliteren. Wel onder een aantal loslaatgebieden of niet aangelijnde honden. En we de faciliteit om hondenpoep keurig te dumpen in een daartoe geëigende bak of wat het dan ook mogen zijn. Dat ondersteunen wij ook graag. Tot zover eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. De heer Paarsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toen we dit beleid in eerste instantie behandelden in januari van dit jaar, heeft mijn collega gezegd van in eerste instantie zouden we eigenlijk het liefst bij scenario nul blijven. En dat klinkt misschien wel heel erg van die willen ook niks. Maar dat had vooral te maken met het feit dat het hier toch vooral gaat om het aanpassen van gedrag van mensen. En als we dan de enquête goed bekijken, dan zien we daar ook elke keer staan. Ook nu staat er weer in de nota van de meerderheid heeft wel de bereidheid zich misschien te willen houden aan de opruimplicht. Ik denk, nou, hoe vaag wil je het hebben? En dus dat betekent dus wel dat gewoon de meerderheid nog steeds niet bereid is om de zaak op te ruimen. Maar goed, wij hebben daar ook aangegeven dat we hebben gezegd van ja, ook wij zijn niet doof voor de signalen die wij krijgen uit de samenleving. De hondenbelasting is verhoogd. Hoe je het ook bent of verkeerd, mensen blijven toch aangeven van dat ze daar iets voor terug willen zien. En dat is misschien nog wat te begrijpen ook. Dus daar hebben wij dus ingestoken op scenario 1, meeste effect tegen de minimale kosten. En wat we dus nu op tafel hebben is wat ons betreft ook richting scenario 1. Dus in die zin kunnen wij daarmee leven. We zijn wel heel erg blij met het feit dat er inderdaad heel veel mensen bij betrokken gaan worden om dit beleid ook tot uitvoer te brengen. En dan hebben we een vraag op dit punt van stel als we dit over 2 weken in de raad gaan beslissen, in welke vorm dan ook. Wat is dan het vervolg op dit gebeuren? Wat zijn dan de volgende stappen? En een tweede vraag, een zorg die we eigenlijk hebben, is toch nog wel puntje handhaving. Met wat ik net vertelde over de bereidwillendheid van mensen om opruimplicht, aanlijnplicht en wat er dan uit die enquête komt, hebben wij zoiets van, gaat dat dan wel werken als je zoveel geld in dit beleid gooit? En als je iets wilt, moet je het ook serieus doen. En daar hoort wat ons betreft ook wel een stukje handhaving bij. En in het stuk staat op meerdere malen aangegeven van dat er geen geld besteed wordt voor handhaving. En dan hebben wij de vraag van, zijn wij nu bezig met serieus beleid of zijn we nu hier met z'n allen iets aan doen voor de bühne? En op dat punt zou ik eigenlijk, over die handhaving, zou ik de portefeuillehouder graag nog een keer willen horen. Tot zover. Dank u wel. Gaan we nu kijken of de portefeuillehouder daar inderdaad wat over zegt. Gaat in gang. Ik ga even terug naar het proces. Op enig moment hebben we in januari gesproken over het hondenbeleid. Toen is er afgesproken dat er input zou komen van de fracties, want het was wat onduidelijk van welk scenario men ging.
En bij de kadernota is een amendement ingediend om datgene wat we nou vanavond bespreken mogelijk te maken. En op 18 of 19 juli is dit voorstel eerst in het college geweest. En daarom was het ook noodzakelijk om met het amendement te komen. Dan ga ik nu naar de vragen van in eerste instantie het CDA. 40 uur handhaving voldoende. Ja, dat is, hangt ervan af van wat effect u wilt bereiken. En wij denken dat met die 40 uur handhaving het amendement is uitgevoerd. Dan stelde heer Leuwik dat de prijs van de afvalbakken te hoog is. Kan zijn, maar ik wijs erop, ze moeten ook hufterproof zijn. Dus als je voor een goedkopere variant gaat, loop je het risico dat de vervangingen weer hoger worden. Dus ik zal dat met de afdeling inkoop nog eens een keer overleggen van hoe dat gaat. Maar ik denk dat wij toch bij de huidige kwaliteit blijven. En dan het evalueren. Ja, hoe wilt u evalueren en wat wilt u evalueren? Want dan zult u eerst moeten formuleren wanneer u tevreden bent. En vervolgens op basis van die tevredenheidscriteria een enquête op moeten stellen. En mogelijk ook budget daarbij moeten doen. Dan de heer De Ruiter. Een toelichting op het zeer beperkt handhaven. Ja, ik kan daar weinig aan doen, want in principe is het zo dat het amendement op deze manier uitgevoerd wordt. We hebben bij de kadernota heel nadrukkelijk over handhaving gesproken. En we komen daar bij de begroting nog een keer over te spreken. En wellicht dat u daar dan eventueel accenten kunt zetten. Iedereen een zakje sturen, zegt u van, dat is in principe niet nodig. Van, dat is een tip, daar gaan we nog even naar kijken van, of we in het buitengebied dat uit kunnen sluiten. De vraag van mevrouw Pol over de bordjes, dat is ook een technische vraag. Dus ik zou het antwoord er niet op weten. Aanleenplicht om het bos. Moet ik ook nagaan. En blijven bestaande voorzieningen bestaan? Ik denk het niet, maar daar kom ik op terug. Dat ga ik naar. Nou, dit is een vraag in feite ook met de vraag van de heer Bongers. Hoe zit het met de aanleiding? Blijf ik het antwoord op schuldig. Van, in de APV wordt daarna verwezen, maar ik weet niet precies waar de bebouwde kom ophoudt en het buitengebied verder gaat. Aanschaffen van de zakjes, een te grote uitgave. Ja, ik blijf nog herhalen van, ik herhaal nog een keer van, we hebben het amendement uitgevoerd zoals dat is vastgesteld bij de kadernota. En dan over de belasting. Een moeilijk te handhaven belasting. Deze wethouder gaat niet over de belasting, dat is wethouder Schelen. Deze wethouder gaat niet over handhaving, dat is de burgemeester. Dus daar blijf ik van weg. En dan meneer Masman die wilde erover praten met de portefeuillehouder. Nou, dat is dus de heer Verkerk. En dan kwam hij met de vraag van, als we dit over 2 weken vaststellen, wat zijn dan de volgende stappen? Dan zijn we er nog niet, want bij de begroting moet het geld vastgesteld worden. En dan zijn de pijlen erop gericht om in januari het rond te hebben. Dus dat wordt in november, december volop overleggen met de belanghebbenden. Tot zover mijn beantwoording in eerste termijn. Ik dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie de heer Leuwik. Ja, gaat gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, die handhaving, daar is nu al meer over gepraat. Dat is, dat laat ik dan maar even zoals het is. Maar over dat evalueren, daar heb ik toch wel een vraag nog. Het is wel nieuw beleid. En als we nieuw beleid hebben, is het toch wel gebruikelijk dat je dat ook gaat evalueren na een bepaalde periode. En wat u zei, ja, wat moet er dan geëvalueerd worden, op grond waarvan? Nou, dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Bijvoorbeeld, we weten nu dat klachten binnenkomen, dat weten we.
En we weten ook dat er soms een beroep gedaan wordt op de cleanteams om extra, ze hebben zelfs zo'n stofzuigermotor, dat mensen opgeroepen worden om schoon te maken. Dus er zijn klachten, dat weet u, dat is geregistreerd volgens mij. Nou, dan kun je toch heel makkelijk vaststellen na een jaar of er minder klachten zijn, of er minder een beroep gedaan is om extra inzetting van die clean teams, of wie dat dan ook mag doen in dit geval. Voorzitter, mag ik een interruptie? Adel? Ja, voorzitter, gehorende wat gezegd wordt, heb ik de indruk en de vraag dan ook in de richting van het CDA, of het CDA geen vertrouwen heeft in de eigen abonnement wat ze ingediend hebben. Want er is een abonnement ligt ervoor namens de hele coalitie, die is ook door het CDA ondertekend. En dan ga ik ervan uit dat het CDA ook voor het beleid staat wat in het abonnement benoemd wordt. En nu worden er door de heer Leeuwenhoek vraagtekens gesteld en wil een evaluatie om te controleren of de zaken wel goed naar behoren uitgevoerd worden. Dus staat de heer Leeuwenhoek achter zijn eigen beleid? De heer Leeuwenhoek mag daar nog een antwoord op geven. Ik zelf heb wel behoefte aan of we niet al een voorschot aan het nemen zijn op de raadsvergadering. Maar dat even terzijde. Gaat u gang. Ik wil wel een reactie geven. Ik vind het wel heel bijzonder dat de VOV geen enkele vraag stelt in de commissie en dan wel alles in de raad wil bespreken en mij de vraag stelt of ik het wel mee eens ben. Ik antwoord ja, kort, klaar. Begrijp ik dat ik dus naar de volgende kan? Ja. De heer Mors, ga de gang. Ja, ik kom toch even terug op de handhaving, want het hele stuk is ook gebaseerd op sociale controle. De sociale controle van de hondenbezitters onderling. Bijvoorbeeld ook door het plaatsen van de bankjes, waardoor juist die contacten plaatsvinden. Dus ik zou het college eigenlijk ook willen vragen van hoe ga je dat nog extra stimuleren? Want handhaven door alleen maar te controleren en bonnen uit te delen, et cetera, volgens mij hebben we het daar voldoende over gehad. Dat werkt niet helemaal, maar die sociale controle wel. En ik werd net nog even getriggerd door de uitspraak van de portefeuillehouder van 1 januari hebben we alles rond. Ik dacht ook dat juist in dit voorstel juist ook inspraak en samen met de mensen in de wijken zelf het een en ander tot stand wordt gebracht. Nou, dat zal niet van de ene dag op de andere gaan, kan ik mij zo voorstellen. Zeker niet als je het in, 7-8 wijken tegelijkertijd wil doen. En die dingen moeten ook nog besteld worden. Dus ik heb mijn twijfels of 1 januari of je dat waar kunt maken. Maar dat is eigenlijk de vraag, kunt u dat waar maken? Dank u. Dank u wel, heer De Ruiter. Ja, ik had in de beantwoording van de wethouder nog even gemist hoe het nou precies zit met die cijfers in die tabellen. Of liever gezegd het gebrek aan cijfers in die tabellen. En dan met name eind pagina 10 en de gehele pagina 11. Dank u wel. Dat zijn redelijk technische vragen die op een ander moment gesteld had kunnen worden, denk ik. Maar wellicht is de wethouder bereid om dat in zijn reactie die hij sowieso zal geven naar de raad mee te nemen. Maar dat horen we misschien zo duidelijk wel van hemzelf. Mevrouw Pol, niet. De heer Bongers. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat een aantal de taken zodanig verdeeld zijn dat we nu niet eenduidig een antwoord kunnen krijgen op een aantal terreinen. Met name de financiële aspect. Want ik vind het nog wat, als je 15 euro maximaal kwijt bent en dan wel een andere tarieven aan belastingheffing doet, dan mag de burger er iets voor terug verwachten. En het kan niet zo zijn dat we dan eerst daar weer de begroting voor moeten aanpassen. Maar goed, dat zullen we dan in de raad behandelen. Ik was nog wel heel benieuwd naar het antwoord van meneer Leubik op mijn vraag over het beheer reguleren van het hondenbezit. Heer Leubik, ga je gang. Heer Bongers, dat wil ik graag beantwoorden. Ik had gezegd, honden als doelbelasting, dat vinden wij te ver gaan. Dus het geld wat binnenkomt ook uitgeven weer aan alle honden, dat willen wij niet. Ik heb gezegd dat wij hondenbelasting ook zien om een beetje een rem te zetten op het hondenbezit. Ongelimiteerd honden houden, dat willen wij niet. Dus daarom zeggen wij, als je een hondenbelasting heft, dan zit er een financiële rem op, om het zo maar te zeggen. Plus het feit dat er ook nog kosten gemaakt worden door de gemeente. En dat moet ook betaald worden. Maar begrijp ik nou goed dus dat het hondenbezit, dus u vindt dat moet gelimiteerd worden. En dan gaan we dus daarvoor heffen belastingen. Gaan we dat dan ook doen met katten of met wethouders die er te veel zijn? Of
Ik stel voor dat we het een beetje bij de zaak zelf houden, meneer Bos. Dat was een retorische vraag, sorry. U hoeft niet te antwoorden. Nee, prima. Nee, duidelijk. De heer Bongers was klaar, dacht ik, met zijn vraag. De heer Marsman, geen behoefte. Wethouder. Ja, ik ben nog een antwoord schuldig aan meneer De Ruiter. En dat antwoord luidt, het is een technische vraag. En die had u vooraf kunnen stellen. Ja, en dan zou ik willen zeggen, beter laat dan nooit. Maar het gaat me er vooral om dat we tijdens de raadsvergadering in ieder geval een stuk hebben wat qua cijfers klopt. Of een andere verklaring voor het feit dat alles op nul staat. Maar dat wacht ik dan met belangstelling af. Okay. Dank u wel. Ik hoef niet voor de wethouder te antwoorden, maar ik denk dat de wethouder wel degelijk zo slim is om even na te laten gaan of deze vraag inderdaad terecht was of niet. Maar sowieso heb ik een aantal toezeggingen genoteerd van de wethouder. Ik ben nog een antwoord schuldig aan meneer Mors, dacht ik van, want die zei dat er een heel traject aan vooraf zou gaan. Volgens mij heb ik gezegd dat in november, december er volop overleg moest zijn met wijkverenigingen en andere belanghebbenden. En dat het erop gericht is dat het 1 januari rond is. Want volgens mij staat het ook in het stuk van uitvoering met ingang van 1 januari. En of dat nou volledige uitvoering is of een gedeeltelijke uitvoering, daar heb ik mij niet over uitgelaten. Dank u wel. Er zijn toch wel wat toezeggingen gedaan, onder andere over aanlijnplicht. En ik denk dat het wel handig is dat dat voor de raadsvergadering komt. En zeker. Daar komt u met een brief op terug. Dank u. Wel, dan rest mij natuurlijk nog één vraag, maar die vraag is eigenlijk al beantwoord. Het wordt geen hamerstuk. Dus gaat u naar de raad. Dank u wel. Dan krijgt mevrouw Waanders nog gelegenheid om te reageren op wat er gezegd is. En als u zich net zo netjes houdt aan de tijd als bij inspraak, dan komt alles goed. Prima. Ja, ben ik weer te staan? Ik heb alleen maar ik wil alleen maar graag even twee dingen opmerken. En dat is 1. Ik zit niet te wachten op die hondenzakjes. Dus voor mij mag u dat rustig skippen. En 2, ik hoop dat u er nog over na wilt denken over inderdaad dat aanleiden in het Ommerbos. Volgens mij leent dat bos of een deel van dat bos zich absoluut voor het loslaten van honden en om daar te lopen met een hond. En natuurlijk verwacht je dat een hondenbezitter zijn hond onder het appel heeft, maar dat moet hij ook op een losloopveldje en dat moet hij eigenlijk altijd. Dus volgens mij maakt dat geen verschil. En dus ik hoop ook dat jullie allemaal mijn idee nog mee willen nemen in dit hondenbeleid. U zult het horen over 14 dagen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dan hebben we hiermee agenda punt 5 gehad. Gaan we door naar agenda punt 6. Economische visie om een 2030 met bijbehorend uitvoeringskader. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen hier wel zijn bijdrage over wil leveren. Ik maak het mij makkelijk. Ik begin eens aan de andere kant. Heer Marsman, bent u zover? Ik ben zover, meneer de voorzitter. Wij hebben dit stuk met deze visie met interesse gelezen. Even vooraf de vraag waar we nu mee te maken hebben. Want toen we het stuk aangeboden kregen in Notenbox, had het de naam Concept Economische Visie 16-8-2017 definitief. Dus ja, concept definitief. Even enige verwarring ontstond er. Maar zoals het de visie betaamt, is het een stuk wat heel erg hoog overgeschreven is. En daarom is er eigenlijk ook niet zoveel op af te dingen. Want het is een kijkrichting en daarmee kunnen wij in grote lijnen, dat gezegd hebbende, wel mee leven. En dat er dan ineens in zo'n visie op pagina 6 wordt gesproken over de rotbrink en de vestiging van enkele specifieke lijstjefuncties, dat maakt ons dan wel weer nieuwsgierig, maar daar kunnen we dan mogelijk TZT nog wel, komen we daar nog wel over te spreken. Voor een uitvoeringskader, dat is het tweede stuk wat werd toegevoegd, mag je toch wel iets meer detail verwachten. En dat missen we toch een beetje. Het blijft wat steken in termen als het aangaan van allianties, het sluiten van slimme coalities, het aanjagen en versterken van allerlei zaken. We blijven dit maar lezen, soms tot 3 keer toe. Maar concreter wordt het niet. En ook hier voelen wij het wel aankomen. Het is een uitvoeringskader, dus wat verwacht je hier dan nog meer? Maar toch, we doen een poging.
Kan de portefeuillehouder ons in iets meer detail aangeven wat we nu precies met die 35.000 euro gaan doen voor die crossovers? En voor wat betreft het actualiseren van het gemeentelijk omgevingsplan in 2019 wordt er dus nu 75.000 euro gevraagd. Dat lijkt nieuw te zijn. En dan is onze vraag van, was het bedrag dan al niet meegenomen in de meerjarenbegroting? Want zo'n actualisatie van het GOP-GOF zie je toch van verre al aankomen. Het gaat hier ook niet om een gering bedrag. Tot zover onze eerste bijdrage. Ik dank u wel. De heer Remmers, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Als die het doet. Ja. Wij zaten wel met een beetje gedeeltelijk met dezelfde problemen, voorzitter. Want wij hebben uiteraard de notitie goed gelezen. En toen vroeg ik me inderdaad even af, wat heb ik gelezen? En keek ik boven en stond visie. En die vond ik nogal moeilijk te vinden. We hebben wel een heel mooi beeld gekregen. Een opsomming van alles wat er is. En we gaan heel veel verbeteren, bevorderen, versterken. En alles wat we al gedaan hebben, gaan we nog extra. En we gaan er nog iets aan toevoegen. Ik denk het woord voor 2017-2018, crossovers. Want er stonden zeker 25 keer genoemd, geloof ik. En toen was ik de tel kwijt. En op zich is daar niks nieuws mee. Maar er worden wel additionele middelen gevraagd. En dan zouden we toch ook wel graag wat concretere onderbouwing zien van wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. En daarom de vraag aan de wethouder of ze daar enige helderheid in kan verschaffen op de verschillende terreinen. Van, het is een kader, het werd al genoemd. Maar goed, wij worden geacht het beschikbaar te stellen. En dan zien we wel graag wat ermee gebeurt. Daarbij, voorzitter, wordt er in het raadsvoorstel gesproken over contrafinanciering voor Leader. En ik heb het opgezocht en ik dacht het al te weten, maar ik denk voor de zekerheid. Contra betekent tegen. En bij Leader gaat het juist om het meefinancieren. Dus volgens mij praten we hier toch echt over cofinanciering en niet over contrafinanciering. Maar goed, dat is een woordenspelletje misschien. En daarnaast wordt er eigenlijk, wat mij betreft, zonder verdere eigenlijk inhoudelijke onderbouwing, 75.000 euro opgevoerd voor het updaten van het GOP. En daar hebben we nog wel wat vragen over. Vraag 1 daarbij is van hoe noodzakelijk is deze update? En waar blijkt dat dan uit dat die noodzakelijk is? Vraag 2, wat gaat er hiervoor gebeuren? Er wordt gesproken over externe inhuur, communicatie, participatie en publicatie. Nou, dan staan we op scherp, zoals gebruikelijk. Want kunnen we niet een aantal zaken zelf? Conform de eerdere afspraken zou de organisatie het zelf leren. We liepen voorop, we waren een lerende organisatie, we hebben het GOP opgesteld met behulp van een externe, maar daarna konden we het zelf. En nu wordt het weer van stal gehaald. Hetzelfde geldt voor communicatie. Daar hebben we toch een communicatieafdeling voor. En op het moment dat we daar een beroep op doen, hoeven we dat toch niet nog een keer te betalen. Voor publicatie hebben we een gemeentelijke pagina in de krant. Maar toch wordt die weer opgevoerd. En daarbij, tot slot, het betreft een project voor 2019 staat erin. En toch wordt het opgenomen in de begroting van 2018. Dus daar willen we ook graag wat helderheid over. Tot zover de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Over de status van de stukken hebben we het al gehad. Over de crossover ook. Eerst dacht ik aan een auto, maar dat zal wel mijn... Toen dacht ik iets over duurzaam. Ik denk, nou nee, dat is toch iets anders. Dus de crossovers. Ja, dat is geen crossover. Dat is een elektrische auto. Ja, en dan inderdaad de status van de stukken. En dan gaat het over het uitvoeringskader. En dan heb je inderdaad die groene en die roze gebieden. Groene onderdeel, budget en de roze niet. Nou, dan gaat het inderdaad wel om bepaalde bedragen. En dan inderdaad, terugkeerend naar de vraag van de ChristenUnie. Dan is het toch wel inderdaad raadzaam om eens wat meer duiding te geven over waar die kosten dan inderdaad voor bedoeld zijn. Inderdaad, vooral bij de laatste stukken, inderdaad, zogenaamde crossovers, aanjagen, versterken van de bestaande crossovers. Crossovers zijn dus samenwerkingsverbanden, mogelijke samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties of belangende groepen. Dat zijn dus crossovers op het Nederlands. En dan nog even over dat GOP, de actualisatie van de GOP. GOP is vastgesteld op 17 januari 2013, originele GOP. De portefeuillehouders hadden ongetwijfeld nog vers in het geheugen staan. En daarin wordt een aantal belangrijke dingen gezegd. En dat gaat om de sturingsfilosofie. Maar er is ook een hoofdstuk gewijd aan het sturen op kostenefficiëntie. Is de wethouder bij mij eens dat dit toch op gespannen voet staat met de reeds nu aangekondigde actualisatie van het GOP ten behoeve van 75.000 euro? Op zijn minst is dat toch opmerkelijk, vind ik. Goed, voorzitter, dit waren de vragen. Dank u wel.
Ik dank u. Mevrouw Schunselijn, gaat gauw. Dank u wel, voorzitter. Stuk gelezen hebben, kom ik toch tot een paar vragen. Het is al een paar keer gezegd, ik heb het even opgeteld, het gaat om 140.000 euro. 2018 ook nog iets van 2019. Dan missen we, en dat is ook al eerder gezegd, gewoon een onderbouwing. Dan staat er in de notitie over de additionele financiering. Ik begrijp hieruit dat er dus nog gefinancierd zou kunnen worden. Dan zou het bedrag lager kunnen. Ik kan het helemaal mis hebben, maar als het nu niet komt, wat gebeurt er dan? Gaat dan de helft door? Gaat het helemaal niet door? Wat dan ook? Dan las ik een iets en toen dacht ik, ja, dat is wel heel actueel. Welke kansen liggen er voor Ommen ten aanzien van de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad? Bedreigingen snap ik, maar sinds gisteren is dat iets minder geworden. Alhoewel dat niet iedereen van mening is die mening heeft. Maar welke kansen hebben wij hier? Daar zou ik graag een reactie op willen horen. En dan zie ik in een staatje staan, dat is op pagina 6 van 13, dat is zijn die uitgangspositie. Dan hebben we het over de sterke en de zwakke punten bij het aantrekkelijke woon-, verblijf- en leefklimaat. Nou, er zijn een aantal zwakke punten die zijn mij niet helemaal helder. Is het vergezocht? Ik zou graag iets meer daarover horen over de zwakke punten bij de uitgangspositie. Bedrijventerrein de Rotbrink is ook genoemd. Er is nu 14 hectare uitgegeven. Economische visie, ik zou het wel graag willen weten. Wat is er op dit moment een optie? Dan staat er een, en dat vind ik een hele goede, de profilering van Ommen. Ook internationaal, perfect. Duitse markt is bijna om de hoek. Maar ik zou als advies willen meegeven, het is geen vraag hoor. Ik zal meer in een vragende vorm stellen. Is er ook gedacht aan de Vlaamse markt? Laten die in plaats van naar het zuiden gaan, ook eens naar het noorden gaan. En tot slot hebben we het over het meerjaren uitvoeringsprogramma van het Vechtouwkompas. Wanneer kan dat verwacht worden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ga er gewoon. Voorzitter, dank u wel. Ik stel met vreugde vast dat we in Ommen weer denken aan een economische opgang. En dat we daar ook middelen in willen steken om daar allerlei effecten van mogelijk te maken. Maar inderdaad, zoals gezegd, het woord crossover komt wel heel vaak voor. En het is dan niet helemaal duidelijk wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Ik zelf denk dan maar aan netwerkachtige dingen waarbij je tussen verschillende groepen, partijen enzovoort allerlei gezamenlijke effecten probeert te bereiken. Maar als je dan vervolgens gaat nadenken over wat voor soort zaken hebben we het dan, dan moet je constateren dat de notitie en ook met name het uitwerkingsprogramma eigenlijk wel heel erg cryptisch is over welke praktische zaken daar nou onder kunnen vallen. En eigenlijk krijg je dan het gevoel als je naar de bedragen kijkt die extra gevraagd worden ten opzichte van al de beleidsmatige invulling op dit moment. Dan denk je nou, het is een halve FTE'tje hier extra en een driekwart FTE daar extra. Met andere woorden, je krijgt eigenlijk het gevoel dat wat daar voorgesteld wordt is dat er meer capaciteit georganiseerd wordt om een aantal dingen te kunnen realiseren. Maar dan vind ik het zelf jammer dat we zo weinig zicht krijgen op wat daar dan daadwerkelijk bedoeld wordt als concrete invulling ten aanzien van realisatie. Wat ik ook bijzonder vind is dat als we kijken op pagina, bij mij is dat 6 van 3, dan gaat het over de bedrijventerreinen, dan blijken we een aantrekkelijke locatie voor nieuwe vestiging te hebben, de Rotbrink, maar we blijken daarnaast nog over een Rotbrink 2 te beschikken, want er staat daarnaast beschikken om met de Strangen, Alteveer en de Rotbrink en de gemengde over meer de bedrijven. Dan denk je bij jezelf, hebben we nog een Rotbrink 2? Maar ik denk dat daar iets anders bedoeld wordt. Maar goed, de tekst is niet helemaal helder. Dan zou je natuurlijk nog de vraag kunnen stellen, we hebben feitelijk al eigenlijk in de kadernota iets vastgesteld over wat wij willen besteden aan het onderwerp. En we merken dat er nu additionele middelen gevraagd worden. Dat is volgens mij niet helemaal de gebruikelijke route, want meestal doen we dat pas bij de begroting. Maar misschien kunt u ook even ingaan op, want we hebben destijds bij de kadernota erover gehad dat we toch best wel een fragiele begroting hadden voorliggen. En dan zijn er nog meer thema's die bij de kadernota tot gewenste zaken benoemd zijn, maar die wel geschrapt zijn vanwege het feit dat we op dat moment geen middelen hadden.
En dan vind ik het bijzonder dat als we deze notitie voorgelegd krijgen, dat we dan eigenlijk al een voorschot nemen op iets wat we bij de begroting met elkaar bediscussiëren. Namelijk als er additionele middelen nodig zijn voor zaken, dat we dan ook het totale beeld van wat er aan middelen is en wat we daar eventueel aan prioritaire keuzes zouden kunnen doen, kunnen maken. En daarom vind ik het jammer dat we dit op deze manier nu voorgelegd krijgen. Dank u wel. Heer de Jonge. Ja, voorzitter. In mijn optiek zit er geen woord Spaans tussen wat de voorgangers gezegd hebben. Want dat sluit ook wel heel erg aan bij hetgene wat wij aan wilden geven. Want in principe, ja, een goede economische visie is van wezenlijk belang. Vooral nu we ook weer een beetje uit het dal komen, ook als de gemeente Ommen. Dus de uitgangspunten zijn wat de VOV-fractie oké. Maar als wij naar het stuk kijken, voorzitter, dan lijkt het er eigenlijk op of het een heel snel moedje is geweest. Van we gaan even gauw een stuk in elkaar fransen met veel wollige taal. En daar moeten we het mee doen. Want er zijn veel bedragen gereserveerd ook in het stuk. Is ook al de voorgangers aangegeven. Maar het is in ieder geval voor mijn fractie niet precies helder wat er mee gaat gebeuren. Dus wat ons betreft, ja, over het GOP is ook al het een en ander gezegd. Wat ons betreft, voorzitter, gaan we dat stuk niet behandelen in de raadsvergadering. En het tweede wat ik zou willen zeggen van, want er zijn hele vragen gesteld. En ik kan me haast niet voorstellen, voorzitter, dat de wethouder zonder enige ondersteuning nu, hier en nu de vragen gaat oplossen. Dus wat mij betreft, voorzitter, wat mijn fractie betreft, neemt het college dit stuk terug en komt zo snel mogelijk met een goed stuk. En ik sluit aan bij wat mijn buurman heeft gezegd, van, zou dat kunnen gebeuren bij de behandeling van de begroting. Dank u wel. Wie? Mevrouw Bakelaar, gaat er al. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben even aan het luisteren naar wat mijn buurman zegt. Althans, mijn buurman van de, mijn overbuurman, nee, van de VOV, de heer De Jonge. En ook een aantal andere collega's. Kijk, want technisch klopt het natuurlijk als je kijkt naar hoe je additionele middelen inzet. Hè, hebben we daar afspraken over gemaakt. Er is geen spel tussen te krijgen. Tegelijkertijd hebben we ook gevraagd om voortvarendheid en om het grijpen van kansen daar waar het nodig is. En hebben we volgens mij met elkaar deze behoefte van het hebben van een economische visie al 3 jaar op de agenda staan. En hebben we daar toch al meermalen om gezeurd, als ik zo mag zeggen. Dus de CDA-fractie is meer dan blij dat dit op de agenda staat. Sterker nog, wij vinden het ook een bondige en sprekende visie. Waarvan je wel natuurlijk het veel genoemde woord, wat ik niet meer ga noemen, want ik ben een voorstander van de cross-country of cross-country auto. Dus niet zozeer van de crossovers. Maar ik denk dat je wel moet kijken naar wat gaat het ons opleveren en hebben we het ook nodig in de stappen die we gezamenlijk al gezet hebben als je kijkt naar de centrumontwikkeling. Dus ik denk dat het niet een losse vlodder is, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat, dat het hout snijdt. Het had wellicht beter gekund in het proces. En ook de CDA-fractie heeft een aantal vragen en daar zullen we ook in de raad natuurlijk wel naar kijken van wat gaan we dan hiermee doen met het stuk in totaliteit. Maar dat heeft dan meer te maken met het uitvoeringskader, daar kom ik zo wel even op, wat eventueel eerder een uitvoeringsprogramma of planning zou kunnen zijn. Of wellicht komt hij nog, maar dat is dan een vraag. Wat we wel bijzonder vinden is ook het aanpassen van het GOP in dit stuk. Hè, dat is al meermalen genoemd en daar sluit ik aan bij de collega. Collega's die het genoemd hebben. Tegelijkertijd ook even van hoe verhoudt dat zich, want dat hebben de collega's in deze nog niet gevraagd, is hoe stem je dit dan af ook op de omgevingswet qua planning? Hè? En nou ja, goed, in de uitvoeringsvragen over hoe doen we dat dan en waarom en bureautjes enzovoorts, dat is al geroepen. Maar ik denk dat het wel goed is om even te kijken, dit verdient denk ik ook een zelfstandig besluit wellicht. Niet zozeer vanwege de financiële middelen wat ons betreft, maar meer hoe ga je dit dan ook doen met inwoners of anderszins. Mocht het nodig zijn om nu wel, want dat was ook onze vraag, goh, waarom zou dit budget nu al in dit stuk moeten staan? Mocht dat nodig zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Voor de andere budgetten is het CDA van mening dat je ook moet uitkijken als, als raad dat je niet gaat detailleren waar het niet nodig is. En het zijn natuurlijk ook bedragen die passen in de centrumvisie nogmaals en ook niet dusdanig groot, zeer groot van omvang zijn, dat we daar volgens mij in detail met elkaar over moeten treden, maar juist op kaders moeten zitten. En in die zin zouden we als CDA nog wel willen vragen van, als we nou kijken naar de voorliggende visie, hoe blijf je dan als, als Ommen ook economisch aantrekkelijk voor alle lagen van de bevolking? En dus als we kijken naar laag opgeleid, hoog opgeleid, hoe zorgen we nu met deze visie
dat we daadwerkelijk ook invulling daaraan kunnen geven. Even inzoomend, wellicht kan het college dan ook aangeven wat de visie is als je kijkt naar het winkelbestand, hè, en de mogelijkheden om dit te upgraden. En wellicht aanvullend is een onderdeel wat wij nog terug zouden willen zien een stukje cultuur. Want hoe kun je ook de cultuur als thema, zeg maar, integreren binnen de visie, ja, de economische visie van OMA. Dus dat is wel iets wat we graag terug zouden willen zien. En dan even op de uitvoering, zo meerdere malen gezegd, maar we willen graag nog toevoegen van hoe gaan we nu ook de betrokkenheid organiseren van de ondernemers en de andere belangenorganisaties, maar ook de inwoners. Hoe gaan we dat op een goede manier doen? En wanneer is dan, en dat zou je middels een crossover vorm kunnen geven, ja, dat je de ondernemers en de inwoners een crossover laat doen. Maar volgens mij is een crossover eerder een project wat integraal wordt aangevlogen en gekoppeld wordt door middel van thema's koppelen aan elkaar. Maar goed, ja, met de cross country is weer wat anders, meneer de Vries Robles, maar dat weten we wel, want daar houdt u ook van. En ik denk wel dat het goed is om te kijken. Het uitvoeringskader is natuurlijk passend. Alleen, ik ga ervan uit dat we nog een soort van uitvoeringsprogramma of een uitvoeringsplanning krijgen, waarin de details, nou ja, iets meer tot ons gaan komen. Dat waren voor nu even de vragen. Dank u wel. Ik dank u wel. De wethouder, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Heel wat vragen gesteld. Ik zal maar even beginnen bij dat GOP-verhaal. Want wat dat betreft zat ik er eigenlijk ook wel zo in. Wat eigenlijk een rare plek is. GOP heeft natuurlijk heel veel raakvlak met de economische visie. Er staat natuurlijk heel veel in het gemeentelijk omgevingsplan raakt. En dat is een visiedocument. En ik ben het er helemaal mee eens wat de heer Bongers ook zei. Van, ga kijken uit naar de middelen die je daarvoor... Oh nee, sorry, neem me niet kwalijk. Waar de middelen die beschikbaar gesteld worden voor deze zaak. En ik ben er met de collega Katerberg ook al mee bezig geweest om te kijken van hey, hoe vliegen we dat nou aan. Het is, we hebben wel gezegd bij het vaststellen in 2012 dat wij wel dat het een flexibel document moet zijn die aanpassing vraagt voor ons op den duur. Want datgene wat je meemaakt en waarin OMA zich ontwikkelt. Er zit namelijk heel veel sectorale visies in dat gemeentelijk omgevingsplan. En die vragen, onze woonvisie inmiddels aangepast. Dus dat is een dynamisch document. Document. Maar de middelen om die daar nu al voor vrij te maken in dit document, het heeft ook mijn voorkeur en ik zal het ook even met het college overleggen en ook met de afdeling overleggen om dat als een apart voorstel te gaan behandelen. Om u ook mee te nemen in het programma, hoe gaan we daarmee om? En dan sluit ik meteen even aan op de vraag die mevrouw Bakelaar stelde in het kader van de Omgevingswet. Dit staat in feite daar los van. Want wij hebben alle visie en die moet actueel blijven. En daar sturen we op voor 2019. Daar gaan we ook iedereen weer bij betrekken. En er moet een heldere onderbouwing komen, wat het gaat kosten, wat gaan we zelf doen, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben heel veel ervaring, toen is hij ook tot stand gekomen met heel veel instanties, burgers, plaatselijk belangen, ondernemers, die zijn allemaal bijgedragen aan het tot stand komen van die visie. En we kunnen heel goed kijken van wie kunnen we allemaal weer inzetten vanuit die ervaring, wat hebben de mensen nou beleefd in het kader van de visie zoals die er nu ligt en wat ontbreekt er nog aan, wat moet erbij. Dus het zal een indicatie zijn die wat mij betreft ook nog niet onderbouwd is, maar uiteindelijk moeten we dat samen doen in dit geval. En ik vind dat een goed voorstel om hem hier in ieder geval in de besluitvorming even apart te houden voor degenen die daar een opmerking over hebben gemaakt. Dan ga ik nu terug naar de... Even in mijn aantekening, want ik heb nogal veel opgeschreven. Ja, voor de ChristenUnie betreft het definitief concept is altijd een mooie. Hè? Daar heeft u een attent punt hoor. En ik vind uw opmerking, de kijkrichting vind ik hier in goed. Want dat is het inderdaad. En dan kom ik zo even terug op de crossovers. Hoe precair dat ook is. En op de middelen, dat zal ik even wat algemener pakken. Crossovers, dat is op dit moment, als je kijkt op hoe de regio Zwolle, waar we ook in participeren, heel erg kijkt naar kansen die er breder liggen dan alleen maar bij een bepaalde sector. En toevallig stond er van de week in de krant weer een mooi voorbeeld, was het Zorgeloos Vechtdal. Ik neem aan dat u dat gezien heeft, dat initiatief, waarbij de recreatieondernemers handen in één staan om te kijken hoe kunnen ze de mensen die hier op vakantie komen in het Vechtdal en die zorgbehoevend zijn, een onbezorgde vakantie geven. Maar daar heb je ook weer mensen uit de zorg voor nodig. Daar heb je ook weer allerlei faciliteringen voor nodig.
stellen zodat het geregeld kan worden. Dat is nou een hele mooie crossover. Waar wij in het Vechtdal natuurlijk goed in zijn, is het samengaan van die recreatie en van wonen en van zorg. En daar waar economische initiatieven ontstaan van partijen die van nature niet altijd met elkaar samenwerken en die met een idee komen om een nieuw businessmodel te gaan maken, dat noem je dan die crossover. Dat gaan wij geen extra FTE's op inzetten, die vraag die kwam al, heeft niets met FTE's te maken. Het heeft te maken dat je het soms faciliteert of dat je het ondersteunt met een aanjaagbedrag om mensen bij elkaar te brengen. Het is vooral een faciliterend onderwerp. En er werd straks al gevraagd, hoe zit dat nou met additioneel? Mevrouw Schunselaar vroeg dat volgens mij. Hoe zit dat nou? Is dat nou geld wat al gelabeld is? Kunnen jullie dat verder onderbouwen? Nee, dat is nog niet te onderbouwen, want we hebben geen flauw idee wat voor initiatieven er komen op dat terrein. We zullen het wel aanmoedigen in overleg met de verschillende partijen die ook hebben meegedacht voor de uitgangspunten van deze visie. En op het moment dat die aanvraag er komt, wordt die vanzelfsprekend getoetst. En als we daarin meegaan, gaat het van het additioneel bedrag af. En alles wat overblijft aan het eind van het jaar, dat gaat gewoon weer terug naar de algemene middelen. En neemt u maar van mij aan dat we er niet op uit zijn om het tot het putje uit te melken. Nee, het is de bedoeling dat we middelen hebben om de initiatieven te kunnen ondersteunen. Je moet wel eens een bijeenkomst houden die je als gemeente organiseert, waarbij je partijen bij elkaar brengt. Je hebt zaalhuur nodig, soms heb je een spreker nodig, soms heb je catering daarbij nodig, koffie, thee, weet ik veel, een drankje of een hapje. Je wil dat soort zaken ook goed faciliteren als gemeente, als je tenminste staat voor de plannen om het beter op de kaart te zetten in dit verhaal. Nou, ik heb een heleboel even bij elkaar gepakt. Ik ga eventjes terug naar de verschillende vragen die hier nog niet onder vallen. En als ik u nog wat gemist heb, dan hoor ik het graag. Er is dus heel veel vragen gesteld over de indicatie waar het dan uitgegeven wordt. Nou, dat hangt echt af van de plannen waarmee de verschillende partijen mee komen. De zwakke en de sterke punten, mevrouw Schunselaar, die vroeg u nog. Daar moet ik even naar kijken welke dat ook alweer waren, want die heb ik nog niet uit mijn hoofd. Die staan bij het uitvoeringskader, stond die in het concept. Wat zegt u? Die is gewoon in de visie. Ja, die staat op pagina 6 van 13. Oh ja, de economische ontwikkeling, sterke en zwakke punten. Nou, welke was u? Voor mij zijn ze duidelijk, dus misschien heeft u een toelichting welke niet duidelijk is. Voorzitter, mag ik nu Neemt u me kwalijk dat... als kanker, ja, voorzitter, daar moet u toestemming voor geven. Dat doe ik dan. Nou, het staat op een gegeven moment sterk. Een aantrekkelijk woonverblijf en leefklimaat, snap ik. En dan staat er een zwak kwaliteit verblijfsrecreatie op orde houden. Ja. Nou, en dan volgende is dus aantrekkelijke bedrijfslocaties met ruimte voor nieuwe vestiging. En dan zwak. Oh, samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennis en onderwijsinstellingen. Voorzitter, ik begrijp het waarschijnlijk het misverstand. Ze staan niet tegenover elkaar. Het is een opsomming van sterk en het is een opsomming van zwak. Je moet ze niet naast elkaar lezen. Dus wat zwak staat rechts, is niet het tegenovergestelde van sterk links. Gelukkig. Het is een opsomming van. Dus dat misverstand uit de weg. Lelystad was ook nog even een vraag. Dat moet u veel meer zien in regioverband. Vanuit de regio Zwolle, dat loopt helemaal van Urk-Dronten tot aan Hardenberg. En dat is nog een stukje Gelderland. Gaat men er vanuit dat de ontwikkeling van het vliegveld een economische impuls kan zijn voor het totale gebied. Maar net, ja, dat zit voor Ommen, specifiek Ommen, is dat marginaal lijkt mij. De zaken rondom de Rotbrink, wat er allemaal nog in optie is en wat er uitgegeven is. Er staat in het stuk wat er is uitgegeven. En de stand van zaken krijgt u bij de begroting van de Rotbrink. Meerjaren uitvoeringsprogramma Vechtdal Kompas, daar wordt met alle partijen in het Vechtdal nu aan gewerkt. Dus zodra daar zicht op is wat het programma wordt en waar men mee gaat werken, valt ook eigenlijk onder initiatieven die opkomen, komt hetzelfde rijtje als de additionele stukken waar ik het net over had. Geen FTE heb ik net al even opgemerkt. De geschrapte middelen bij de kadernood, dat is een terechte opmerking, maar dat gaat u zelf over, want u stelt de middelen beschikbaar. Ik wil nog wel even in aansluiting op wat mevrouw Bakelaar zei, zeggen dat u kunt ervoor kiezen natuurlijk om de additionele middelen niet beschikbaar te stellen of daarmee te wachten tot aan de begroting. Maar dit is een oproep geweest die al jaren inderdaad loopt om hiermee aan de gang te gaan. Er zijn op dit moment redelijke kansrijke initiatieven waarvan de mensen het willen gaan oppakken. Ik zou het toch wel jammer vinden als je die weer moet laten wachten tot januari. December is voor de meeste ondernemers toch al geen andere maand. Maar het is aan u. Ik kan daar verder geen druk op zetten. Dat moet u met elkaar overleggen hoe u dat zou willen. Nou, het was zeker geen snel moedje, meneer De Jong, als ik u daar
gerust mee stel. Want er in, vanaf maart is er intensief overleg geweest met partijen, heb ik begrepen. En het document zoals het hier voor u ligt, was voor de zomervakantie klaar. Maar dit is het eerste moment waarop vergaderd is. En u kunt er nu van vinden wat u wil, maar het was niet snel. En bovendien zitten er heel veel dingen, dat heeft u ook in het kader kunnen zien van het uitvoeringsprogramma. Zitten heel veel dingen in die al op dit moment al in de begroting zitten. Dus er zijn al allerlei bestaande initiatieven die erin meegenomen zijn en nu gebundeld zijn. Want wat je al doet en wat goed is, hoef je niet meer aan te passen. Dat kun je gewoon op voortbeduren. Dan nog even de inzet van de... Van alle ondernemers en bevolking. Ik vind bevolking, ja, kan, maar dan is dat vooral ook in het samenspel. Maar ik hoop dat u al begrepen hebt vanuit de uitleg rondom die additionele middelen, dat het juist initiatieven van ondernemers zijn. En ik ga ze in ieder geval wel voorstellen om u daar weer bij te betrekken. Want dat zou natuurlijk supergoed zijn, dat u ook betrokken wordt bij de initiatieven die men bedenkt en die op poten gezet worden. Zodat u ook vanaf het begin van het proces erbij betrokken bent. Lijkt mij hartstikke leuk. En ik vind uw opmerking over cultuur, want ja, zo langzamerhand kunnen we ook wel zeggen dat cultuur iets economisch gaat krijgen in Ommen. We hebben natuurlijk heel veel initiatieven op het gebied van kunst, het openluchttheater. Dat zijn allemaal initiatieven die economische aantrekkingskracht hebben voor Ommen. Hoe het ook went of keert. En ik vind het een goede aanvulling om eens te kijken of dat geen plek kan krijgen. Uitvoeringsprogramma en planning. Hangt van initiatief af. Dus zodra wij in beeld hebben wat de initiatieven zijn, dan kunnen we pas uitgaan van een uitvoeringsprogramma en een planning. Maar het valt in staat bij initiatieven van ondernemers en andere partijen die hier binnen deze visie passen. Dus dat is, daar hebben wij zelf de regie niet op. We kunnen aanjagen, we kunnen stimuleren, maar we kunnen niet zeggen van nu ga jij dit doen of nu ga jij dat doen. Wat wel gebeurt, heb ik de burgemeester vervangen voor de economische agenda van de regio. Het komt ook zeer sterk op de economische agenda om ook te kijken waar de samenwerkingsverbanden in breder verband kunnen zijn. Dus het zit in een veel groter verband, zit het inmiddels op de agenda. En dan heet het ook daar weer de crossovers. Het spijt me, ik kan er niet minder van maken. Ik dank u wel. Ik ga nog weer even het rijtje af. Heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, alles aanhorend, ook wat de collega's zeggen, ook de beantwoording van de wethouder. Ik hoor u zeggen dat er een apart voorstel komt voor de financiën. Mijn vraag is dan wel van wanneer gaan we dat voorstel wel behandelen? Want ik zit een beetje met het dilemma van we krijgen over een anderhalve maand krijgen we de begroting en we zitten nu allerlei bedragen al te reserveren. Het hondenbeleid is ook een bedrag geweest wat van een lijst niet gehonoreerde projecten ook teruggegaan is naar de kadernota. Dus dat bedrag is ook weg. En ik meen me nog te herinneren met de kadernota dat het al niet zo breed was. Zeker als je kijkt naar de komende jaren. Dus wat ik eigenlijk niet zou willen is dat we nu allerlei gelden gaan reserveren en straks bij de begroting helemaal niks meer te kiezen hebben. Dus mijn voorstel zou wel zijn om dat aparte voorstel over die financiën. Wat mij betreft stellen we de visie wel vast, maar gaan we de financiën integraal bij de begroting meenemen. Dat zou mijn wens zijn. Ik breek even in op mijn eigen orde, of op de orde van de vergadering van de commissie. Omdat bij mij al de vraag opkwam, er ligt hier een raadsvoorstel ter bespreking en wellicht over 14 dagen ter behandeling. Er ligt een uitspraak of een advies van de VOV. Er ligt ook een uitspraak van de wethouder in eerste termijn over hoe om te gaan met deze stukken. Het begint voor mij een beetje het beeld te krijgen van dat dit stuk niet op deze manier in ieder geval in behandeling kan komen in de raad. En misschien is het verstandiger, voordat we de tweede ronde afmaken, om van de wethouder ideeën te horen over hoe we het dan wel ons moeten voorstellen. Het is wat ongebruikelijk wellicht, maar het lijkt mij voor de manier van behandelen handiger om even te weten waar we met elkaar op dit moment in het proces aan toe zijn. Dat is een goede vraag, voorzitter. Wat ik toen straks naar de ChristenUnie al zei en ook tegen de anderen, is dat ik dat voorstel over de financiering van het GOP-verhaal sowieso als een apart voorstel zou willen zien buiten deze nota om. Want ik vind een beetje, ik vind het wat spannend in de economievisie. Ten aanzien van de financiën rondom de additionele middelen, want er staat dus in het uitvoeringskader staan een aantal zaken die begrotingstechnisch al lopen.
Dus dat zit er gewoon in. Als we de nota vast kunnen stellen en al initiatieven kunnen gaan aanwakkeren zonder dat we er geld voor beschikking stellen, dan zou dat kunnen betekenen dat u hem aanneemt met een uitvoeringskader zonder de middelen beschikbaar te stellen. Die kunnen we dan bij u neerleggen bij de begrotingsvergadering. Want dan komt er in ieder geval een besluit over de visie of de richting van de kaders, of dat voldoende voor is. Op deze manier dan kunnen we de zaken die nu begrotingstechnisch er toch al zitten, die zitten er al in. En we kunnen u aan de additionele middelen aan u vragen bij de begrotingsvergadering. Ik zal de heer Marsman niet al te zeer complimenteren, maar ik denk dat het een redelijk goede herhaling is van wat voorgesteld werd. Dank u wel voor deze toelichting in ieder geval, wethouder. Is er behoefte verder nog aan vervolg van de tweede termijn? Ik kijk even rond. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, ten aanzien van datgene wat de wethouder heeft gezegd. En ik ben ook nog weer teruggegaan in het stuk. En dan staat op een gegeven moment bij het raadsvoorstel: bovenstaande financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2018. En ik ben ook aan twijfelen gegaan helemaal. Ik heb ook aan mijn buurman gezegd: snap jij het nog? Ik snap het ook niet. Concept. Als ik het nu zo hoor, dan wordt er gezegd, die begroting 2018, die gaan we het eind van het jaar behandelen. November. Daar zijn de bovenstaande financiële consequenties in verwerkt. Dus eigenlijk, want dat was ook eigenlijk mijn vraag, als we hem dus nu in de raadsvergadering gaan behandelen, en als je het raadsvoorstel leest, dan moet je daar, tenminste dan concludeer ik daaruit, dat je akkoord gaat met die financiële consequenties. Nee. Maar het is in de begroting 2018 staat die opgenomen en die wordt pas in november behandeld. Ik ben het raad kwijt en ik wil graag helderheid over. Als ik zeg ik hoor het, dan is dat niet sympathiek van mij gezegd, door mij gezegd. Maar ik begrijp uw redenering, maar ik denk dat er zojuist een andere weergave van wat er gaat gebeuren is gedaan. En ik neem ook. Nee, laat ik eerst de tweede ronde afmaken voordat ik kom met allerlei conclusies. Dat kan nog niet. Dit was uw bijdrage. Ja, duidelijk. Nee? VOV? De heer De Jonge? Niet? Ja, mevrouw Bakelaar, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik geef de voorkeur aan om het vooral niet ingewikkelder te maken en te zorgen dat we die visie vaststellen met elkaar. Dat we inderdaad dan bij de begroting gewoon de bedragen opnemen. En dat mocht er additionele middelen nodig zijn omdat er fantastische kansen liggen, dan zou ik die graag overhaast terug willen zien en niet willen wachten tot de begroting. Dus dat zou mijn aanvulling zijn, omdat ik het jammer vind dat we in deze discussie wellicht door al onze vragen kansen laten liggen. Maar ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder die dan bij ons brengt. Ja. Dus visie vaststellen wat mij betreft, prima bij de begroting. Maar ik wil het college wel de ruimte geven om ons te informeren wanneer er goede kansen liggen die we nu niet bespreken of in de raad krijgen. Dank u wel. Heer Remmers. Ja, misschien een kleine aanvulling nog, want als je naar de bedragen kijkt, hebben we het over €75.000 buiten het GOP, waarvan 20.000 pas vanaf 2019 is. Dus daar hoeven we in die zin helemaal niet over te praten. Dan blijft er 55 over. Ja, eigenlijk kom ik tot de conclusie, en dat is niet onaardig bedoeld, dat we eigenlijk zeggen van ja, eigenlijk praat je hier over een soort subsidiepot. En op het moment dat er een hele goede aanvraag is, waar we iets mee zouden willen en kunnen, ja, dan komt die hier op tafel en dan gaan we bepalen of we daar op dat moment het geld voor over hebben. In de zin van wat staat er tegenover en wat wordt om er beter van. En dat we dan bepalen van, dus het is met de visie aan de gang. En op het moment dat er iets concreets ligt, dan, nou ja, dan praten we ongeveer waarschijnlijk over dit soort bedragen. Maar goed, dat kunnen dan misschien ook over hele andere zijn. Maar dan is het eigenlijk een soort subsidieaanvraag, zou ik bijna. En misschien is dan de term niet goed, maar volgens mij werkt het wel. Heer De Jonge? Ja, voorzitter, ik hoor wat de LPO zegt. En eigenlijk kan ik daar ook wel een klein beetje mee leven. Want als je hem zo zeg maar opsplitst, dat je zegt ik haal het GOP eruit, hè. Dat wordt ook door het college aangegeven. En nou, dat kriebelt me dan toch wel een beetje. Dan denk ik van, is dit stuk dan niet behandeld in het overleg van het college? Hè, want u zegt van, ja, bij mij komt het eigenlijk ook wel om het erop te halen. Maar dan is het toch, had het toch hier niet voor mogen liggen. Maar daar komen we dan nog wel later op terug. Maar als je dan zeg maar, want die €35.000 voor die aanjaagfunctie om te kijken naar samenwerkingsverbanden. Ja, dat jeukt mij ook wel een klein beetje. Ik denk, dat is een behoorlijk bedrag, hè. En dan kun je zeggen, ja, die hebben we nodig voor een bijeenkomst, te spreken, hapjes en drankjes. Maar als je die er ook nog aftrekt, dan blijft er nog veel minder over. Dan blijft er €20.000 over. En
Mijn fractie die zegt, hè, en dat was eigenlijk, want de wethouder fixeerde zich een beetje op mijn uitspraak over wollige taal en een snel stuk. Hè. En als je maar als raadslid leest op het moment dat je, nou ja, het op dit moment niet verwacht, dan zeg je misschien zulke dingen. Maar mijn uitgangspunt was van mijn fractie, van het is goed om een economische visie neer te leggen naar 2013. Daar is nu de tijd ook rijp voor. En dan vinden wij in ieder geval dat je ook zeer zorgvuldig moet omgaan met de bedragen. En of je het nou reserveert, dat je zegt van nou, we maken een potje van, een subsidiepotje waar je op een gegeven moment beslag op legt of een beroep op doet, dan zou ik toch wel graag willen dat het toch wat beter opgesplitst wordt. Want €35.000 om de van AJA-functie, ja, dat vind ik een beetje over de top. Dus dan zou ik dat toch graag een beetje extra uitgesplitst willen hebben. En dan, in mijn optiek, kunnen we elkaar toch redelijk tegemoet komen van een basisstuk economie, een klein beetje uitsplitsen van hoe de financiën in elkaar zitten. Dank u wel. Wethouder, reactie? Ja, ik wilde er graag even op reageren, want ik wil toch even wijzen dat het geen subsidieverhaal is. Dus het zal niet zo zijn dat op het moment dat mensen iets aanvragen, dat er getoetst wordt aan een soort subsidiereglement. Want wij stellen in dit document stellen we de kaders vast waarlangs ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarom zei ik net even op de opmerking die mevrouw Bakelaar maakte, dat het misschien wel goed is dat u als raad gewoon meegenomen wordt in de processen die op gang komen. Dus als er een initiatief is, ik noem bijvoorbeeld dat wat van de week in de krant stond, zorgeloos Vechtdal. Als u daarvan op de hoogte gesteld wordt dat dat proces loopt en dat wij voornemens zijn om daarmee in zee te gaan en dat wij dat willen gaan stimuleren, dan werkt die andersom. Dan kunt u zeggen van nou, sorry, halt, hier willen we helemaal niet aan meewerken, dit vinden we helemaal niks. Want het is natuurlijk ontzettend dodelijk voor een economische visie. En als je ondernemers aan de lead wil laten, dat je ze eerst een heel programma laat maken. En dan moeten ze het voor de raad voorleggen. En dan is het billen knijpen van, hebben we genoeg stemmen voor ja, voor het geld wat we nodig hebben om het aan de gang te krijgen. Dat vind ik wel wat lastig, moet ik eerlijk zeggen. U noemt zelf al de bedragen, nou ja, die 75.000 van het GOP. Meneer De Jonge, u heeft helemaal een punt hoor. Ik had ook best kunnen zeggen, we halen het er maar uit. De discussie... Ja, dat is een keuze. Hij is erin gebleven, maar wat mij betreft had hij eruit gemogen. Maar los daarvan, de 35 en de 20, wordt al terecht aangegeven, een deel zit pas voor 2019 in de planning. We gaan een grapje van het woord maken, crossover. We hebben straks een agendapunt gehad, we vreselijk op onze kop hebben gehad ooit toen we er grapjes over maakten. Maar, de crossover zijn juist de meest kansrijke economische initiatieven op dit moment. Zeker voor een gebied als Ommen en het Vechtdal. Daar zijn de meeste kansen te halen. Ik kan rugspraak houden voor de raadsvergadering hierover. Welke kansrijke initiatieven op dit moment al eraan zitten te komen. Dan heeft u er een beeld van en dan kunt u zich daar een idee van vormen. Wat er speelt en wat er op ons af zit te komen. Ik weet dat er bijvoorbeeld een aantal initiatieven zijn. Samenwerking van recreatiecentra met de Immikhoeven. Die bezig zijn om te kijken, kunnen we elkaar niet versterken. Er zijn allerlei initiatieven die er komen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die absoluut niet met hun plannen al meteen overal naar buiten willen voordat ze klaar zijn met het doorontwikkelen. Dat is het lastige wanneer je als overheid als het ware een voorkantsturing doet om economische initiatieven te ondersteunen, waarbij je ook niet wil dat er in een soort glazen kooi allerlei bedrijfsplannen ontwikkeld gaan worden waar iedereen weer mee op de loop kan gaan. Dus dat zijn lastige afwegingen, maar Ik kan er verder niet zo heel erg veel over zeggen. Ik blijf bij het voorstel, voorzitter, om het af te ronden. Zoals u het straks samengevat heeft, we vaststellen van de visie zou super zijn met de kaders erbij. En de middelen vaststellen bij de begroting. Tenminste, de additionele middelen, want de rest zit al in het begrotingssysteem. Even antwoord op mevrouw Schunselaar. Er is natuurlijk al een conceptbegroting waar die ingepast is. Daar zitten ze ingepast. Die is pas het college net, die krijgt u eind van deze maand. Daar zijn ze al wel ingepast. De wethouder Financiën was er niet ongerust over. Dus dat is dan gegeven. En even aansluiten op mevrouw Bakelaar. Als er een initiatief langskomt wat eerder actie vraagt, dan kom ik zeker bij u terug. Voorzitter, dan misschien nog een slotvraag. Hè? Want de wethouder zoomt ook heel erg in op de recreatietoerisme en de samenwerking erin. En vanzelfsprekend, denk ik. Maar ik zou dan ook graag willen horen van, ook in het stuk misschien terug willen zien van hoe het dan gesteld is met de externe partners hierin. Hè? Want we hebben iets van Vechtdalpromotie, et cetera. En in mijn beleving hebben die ook een rol daar wat gaat om samenwerking en aanjagen. Hè? En daar betalen we ook behoorlijk wat subsidie in. En die rol die zou ik dan ook graag wel willen zien. De wethouder nog een keer. Dat komt heel erg terug in het Vechtdalkompasverhaal. Daar staat dat in. Dank u wel.
Ik denk dat de conclusie inderdaad kan zijn... visie... Nee. Ik zou nog een opmerking willen maken, als dat mag. U mag mij best interrumperen. Ja, want ik wil nog even op een passage uit de beantwoording van de wethouder. Kijk, natuurlijk is er een conceptbegroting... Maar ik heb er volgens mij toch wel op gewezen dat we een groslijst hadden bij de kadernota. En dat wij toch wel als raad graag willen bepalen wat van die groslijst nog in de begroting komt of niet. Dus dat, daarom maakte ik ook die opmerking daar straks. Ik dank u wel. Dan ga ik weer proberen om af te ronden. Ik neem aan dat het dus ook betekent dat er een gewijzigd raadsvoorstel komt. Dat betekent per definitie ook dat het dus een bespreekstuk wordt in de raad. En ik neem aan, overigens, ik ben geen deskundige, maar ik meen mij te herinneren dat onze begrotingsdoctrine ook luidt dat wat onvoorzienbaar en onvermijdbaar is, ook een kans moet hebben. Dat ter geruststelling. Dank u wel voor deze behandeling. We zien hopelijk die stukken wel op tijd, omdat wij ons ook goed kunnen voorbereiden. Dank u wel. Wordt aangewerkt, mooi. Dan hebben we agenda punt 6 hiermee gehad. Ik zit even te kijken. Het is 9:10. Dat zou richting een pauze gaan. We hebben nog 2 punten. Hoe schat u dat in? Doorgaan? Mooi. Dan ben ik ook weer gelegitimeerd. Daar ging het mij om. Agenda punt 7. Vaststelling, bestemmingsplan, buitengebied, herziening Varsenderweg 6, Stouwdijk en de Bergweg. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Remmers en de heer De Jonge. De heer De Jonge, gaat u gang. Nou ja, voorzitter, eigenlijk kan ik hier ook heel kort over zijn, want we hebben daar bij de televisielegging al uitgebreid over gesproken. Mijn fractie had toen wat zorgen over de bouwkavel in Bestum. Daar hebben we ook schriftelijke vragen over gesteld en in mijn optiek is die voldoende beantwoord en ook in de richting van de bewoners die de zorgen daarin hadden. En wat mij betreft kunnen we hier... Met het voorstel kunnen wij goed mee leven en hoeft het voor mij ook niet verder meer naar de raad toe. Althans, een hamerstuk naar de raad toe. Ik wil u al gaan bedanken voor uw inbreng. Heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. En ik ben even aan het zoeken en ik heb hem ook geüpdate. Dus misschien is er inderdaad ondertussen een andere versie tevoorschijn gekomen. Dus misschien dat mijn vraag achterhaald is, maar ik stel hem toch even. Want er was in ieder geval in het stuk heb ik gelezen, er was 1 met heel veel E's toen de tijd nog, 1 zienswijze. En we zijn gebruikelijk dat we meestal als raad die zienswijze te zien krijgen en dat we daar ook de ambtelijke reactie op zien van wat er vervolgens met die zienswijze gedaan is. En ik heb de zienswijze niet gezien en ook niet hoe die verwerkt is. Maar het 1 zie ik ook niet meer. Dus het kan zijn dat er ondertussen iets veranderd is. Dat bedoel ik. Of geen. Tot zover. Ik begrijp dat 1 geen is. Ik dank u wel. Geen reactie nodig? Nee. Dan, dit zal een... Heer Marsman. Ja, ik had net ook al even mijn vinger opgestoken, maar misschien was ik wat te laat. Nou, die ene zienswijze, daarvan staat in het stuk dat die in goed overleg tot een oplossing is gekomen. Dus wat dat betreft kunnen wij het heel kort houden. We hadden geen opmerkingen en wat ons betreft gaat dit stuk als hamerstuk naar de raad toe. Je haalt mij de woorden uit de mond. Voorstel, bespreekstuk. Nee, hamerstuk. Ik probeerde dus om te kijken of u nog wakker was. Dat gaat goed. U wilt de vergadertijd toch graag beperken? Agenda punt 8, want 7 is afgelopen. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Koevoordeweg 18-18a. En dat alles in Arjen. Wie? Voorzitter, wat mij betreft geldt daar hetzelfde als bij het vorige. Er is voldaan, er zijn geen zienswensen ingediend. En wij hebben ook van de buurt begrepen dat iedereen ermee kan leven. En volgens mij zijn deze regelingen, zoals op papier staan hier, bedoeld zoals ze uitgevoerd moeten worden. Ik dank u wel. De heer Remmers ook zeker? Nee, dank u. De heer Marsman. Ja, helemaal mee eens. Alleen we hebben nog wel één kleine tip. Als het voorstel over 2 weken in de raad terugkomt... Dan zouden wij graag op de 4e regel van bladzijde 2 staan dat het stuk in december 2016 behandeld is. Dat moet zijn 12 januari 2017. Dat verandert alles. Dank u wel voor uw inbreng. Heeft de wethouder nog behoefte om hier... De wethouder zegt het toe. Prima. Dank u wel. Dan hebben we hier agenda punt 8 ook mee gehad. Rondvraag is er niet. Sluiting, dat lijkt me ook niet al te moeilijk. Dank u voor uw inbreng. En wel thuis.